De titel van mijn column is Aanhouder. De aanhouder wint. In waarheid als een koe, maar daarom niet minder waar. Vraag maar aan de directie van McDonald's. Het heeft twintig jaar geduurd, maar ze hebben het nu eindelijk voor elkaar. Naast de woonboulevard in de Brabantse poort wordt een in hun ogen miezerig kleine vestiging ingeruild voor iets groots. Twintig jaar geleden. Wilde McDonald's dat al, maar de gemeente lag dwars. Dat was wel even slikken voor ze. Overal in de wereld kregen ze voor elkaar wat het hoofdkantoor in de Verenigde Staten had bedacht. Ging Nijmegen een potje moeilijk doen? Ik neem u mee terug naar de middenjaren 90. De Brabantse poort was volop in ontwikkeling. Er mocht daar van de gemeenteraad best wel horeca komen, maar absoluut geen disco. Een disco hoorde in de binnenstad en niet in de Brabantse Poort. Dus werd nightlife geopend, gerealiseerd door een idealistische mafkees die een paar avonden in de week rustige muziek zou verzorgen voor oude lullen die vroeg naar bed zouden gaan. In het weekend bleef de tent gesloten. Daar hadden de raad en de buurt uiteraard geen bezwaar tegen. Helaas, helaas. Idealistische principes. Leveren vaak te weinig geld op. De idealistische mafkees ging failliet. Wat vooraf vooral niet mocht, gebeurde toch. Er kwam een grote disco in het gebouw, de Matrix, omdat het bestemmingsplan geen verschil kende tussen idealen, principes en realiteit. Toen Nightlife werd gebouwd, was er nog een klein hoekje over, en daar mocht McDonald's een kleine vestiging realiseren. Ze hadden liever de hele kavel gekocht, maar vooruit met Zo'n klein, miserig restaurantje viel natuurlijk niet op. En daarom wilde McDonald's een hoge mast met de bekende M. Dat vond de commissie Beeldkwaliteit drie keer niks. Een klein masje was al ordinair genoeg. Gelobby bij het college van BMW hielp. Er kwam een hoge mast. Dikke neus naar de commissie Beeldkwaliteit. We zijn nu 20 jaar verder. Nightlife failliet, The Matrix failliet, Monte Carlo failliet. En zo krijgt McDonald's wat ze 20 jaar geleden al wilde. Een grote vestiging. Ik vind het qua duurzaamheid onbegrijpelijk dat een gebouw van 20 jaar oud gesloopt wordt. Heeft de gemeente zich weer in het pak laten naaien. Want waar ter wereld zouden er hamburgers gebakken worden in een joekel van een radio met twee geluidsboxen? Een gemiste kans om Nijmegen hamburgertechnisch op de kaart te zetten. De aanhouder wint dus. Dat zal Noël vergunst moed geven. In 2012 deed Noël het voorstel om een koffieshop in Dukenburg te vestigen. Blijkbaar vond Noël dat een in Dukenburg ontbrekende basisbehoefte. Het is niet doorgegaan. Nu is Noël wethouder. Dus komen oude ideetjes tot leven? Want er wordt weer politiek gesproken over het spreiden van koffieshops over de stad. Ik ga toch nog eens in mijn kolomarchief kijken wat Noël nog meer voor niet uitgevoerde ideetjes heeft gehad. Ik beschouw hem wel als een aanhouder.